Goedenavond, welkom bij Zondag met Lubach. We beginnen zoals elke week met de sport. In het land Zuid-Korea werd Sven Kramer gehuldigd voor zijn gouden medaille op de 5 kilometer. Dat was in het Holland Heineken House en volgens Sven Kramer was daar te veel lawaai. Waar is die gouden medaille? Gooi je die in de laadje of krijgt hij nog een mooi plekje in het appartement? Jongens, ik kan ook gewoon weggaan hoor, ik ben hier ook voor jullie. Sven Kramer is een van de weinige mensen die naar het Holland Heineken House gaat voor zijn rust. Maar zo gek is het ook weer niet dat Kramer verbaasd was over de herrie. Want 4 jaar geleden zag de huldiging in het Holland Heineken House er nog zo uit. En dan gaan we nu over naar de officiële huldiging van Sven Kramer. Hij werd Olympisch kampioen op de 5 kilometer namens Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. In een tijd van 6 minuten, 10 seconden. En 7600ste. Ik vond dat altijd zulke indrukwekkende ceremonies. Hè? Vooral dat er dan zo'n scholier een gedicht kwam voordragen. Zo lang schaatsen, zo lang werken, nooit meer vallen, alles voor goud. Welke bocht kies jij? Nou, Sven Kramer die was dus een beetje gefrustreerd over het Hollandse Heineken-publiek. En vlak daarna mocht hij nog een keer het podium op voor de huldiging van de ploegenachtervolging. En de organisatie dacht, Sven Kramer is boos op het publiek. Laten we hem een gigantische bronzen schijf geven. En achteraf moet je vaststellen dat het daar een beetje mis is gegaan. Er zouden 2 gewonden zijn gevallen. Dat nieuws hebben we nog niet bevestigd gekregen. Ik heb wel beelden gezien van 1 meisje dat met een bebloed gezicht werd afgevoerd. Het is misschien wel even goed om erbij te vermelden. In Zuid-Korea wordt het als respectloos gezien als je met 4 man een grote metalen schijf het publiek in flikkert. Maar goed, oké, dit was een ongelukje, kan gebeuren. Gelukkig weet Sven Kramer heel goed wat je dan moet zeggen om de sympathie van het publiek weer terug te winnen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, zijn we bij de slachtoffers geweest. En, ook niet trouwens? Ja, eentje had helemaal niks en die andere had een hoofdwond en dat is allemaal prima opgelost. Ja, een hoofdwond. Maar wat had hij gezegd als er iemand was overleden? Ja, we zijn net bij de nabestaanden geweest. Prima opgelost. Hoi, online vrienden. Abonneer je nu op ons kanaal. Dat kost maar €0 per maand. Dat is helemaal niks, joh. Elke maand evenveel biertjes drinken als andere maanden en je hebt het er al uit. Klik hier. Meer zien? Ga naar npo3.nl/Zondag met Lubach.